Dames en heren, welkom bij deze spannende interland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jordi Mulder. Het is wachten tot de spelers het veld betreden in het Estadio Azteca, de voetbaltempel waar het Mexicaanse Club America zijn thuiswedstrijden speelt. Ja, dat klopt Evert, maar wist je dat Amerika dit stadion jarenlang moest delen met aartsrivaal Cruz Azul? Stel je voor dat Ajax en Feyenoord om de week in de Kuip moeten spelen. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. De ploeg begint in een klassieke 5-3-2 opstelling. En dit is de formatie waarin de bezoekers van start gaan. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Daar is het fluitsignaal en Mexico trapt af voor 90 minuten aantrekkelijk voetbal naar ik hoop. Zoek de medespeler. PNS. Bal blijft in het spel. Javier Hernández. Dan schiet hij. Wat een doelpunt. Oei, die speler liep al te juichen, maar de grensrechter steekt zijn vlag de lucht in. Het doelpunt wordt dus afgekeurd. Hier zien we dat moment nog eens. Wat denk jij, Jury? Nou, vanuit een andere hoek leek het een geldige treffer. Maar uit deze herhaling blijkt, Evert, dat het inderdaad buitenspel was. Santos. Ja, en nu? Knap gespeeld door Mexico. En het is een goal. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De eerste ligt erin vandaag. We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. Guardado.
Voorzet geeft kans. Hoe ver komt Argentinië met deze ingooi? Bilia. Hij krijgt steun van een... Ja, en nu? De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. Hij schiet. Je zag hem al aankomen. Doelpunt voor Mexico. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Nou, geweldige techniek. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Messi. Roncalia. Pérez. Messi heeft hem. Prima voorzet hoor. Opbouw over de vleugel, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Guardado. Dos Santos. Een schermutseling om de bal. Pérez. Roncalia. Argentinië mag gaan proberen iets van deze inworp te maken. Pérez kopt hem handig door. Di Maria krijgt hij maar in. Agüero! Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Guardado. Ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Daar krijgt hij geel voor. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Roncalia. Hoe ver komt Argentinië met deze ingooi? Pérez. Messi aan de bal. En dat is een vrije trap. En van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten.
Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Over de achterlijn, geen corner, maar wel een doeltrap. En hier zien we hoe die bal erin ging. In het strafschopgebied krijgt hij de bal en plaatst hem beheerst rechtsonder in de hoek. Wat een aanname. Die paas mislukt, bal over de zijlijn, ingooi voor de andere partij. Guardado. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Dan schiet hij. Score! Dat doet deze achterhoede speler af en toe. En dan nog een doelpuntje pakken ook. Ja, dit is nou het voorbeeld van echt zo'n aanvallende verdediger. Mooi om te zien. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Di Maria. Argentinië mag gaan proberen iets van deze inworp te maken. Mascherano. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Bilia. Dit is Messi. En hij wordt nu aangevallen. We gaan eens kijken naar de hoekschop. Hier zien we het doelpunt nog eens. Recht voor de goal krijgt de speler de bal net buiten de 16. Tegen zijn vreemde bam in de rechterhoek. Geen risico hoor, weg met die bal. Santos. Daar gaat hij. Bal komt terug. Agüero. Santos. We gaan kijken naar deze corner. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper.
Bilia. Pires. Ezequiel Lavezzi. Messi. Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal was gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Dos Santos. En het schot. We zijn er klaar voor de hoekschop. Slaat hem weg. Die ging hard. Nou, daar zat buskruid in dat schot hoor, maar de keeper redt. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. De eerste helft zit erop nu en het is 3-0. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Jury. Nou, zijn spel is een beetje wisselvallig om eerlijk te zijn. Hij zal natuurlijk blij zijn met dat doelpunt. Maar goed, die penalty die had er natuurlijk ook gewoon in moeten. Ze gingen wel met een voorsprong de kleedkamer in, Evert. Nou, de bal rolt voor de tweede helft. De stand op het scorebord spreekt boekdelen. Maar je weet het maar nooit in het voetbal. Guardado. Lekker combinatiespel. Di Maria. Hector Moreno. Los Santos. Javier Hernandez. Dit is Messi. Aguero. De Michelis. Di Maria. Guardado. Bilia. Pérez. Hector Moreno. Gaat op het doel af. Het gevaar blijft. Penalty! De scheidsrechter wijst naar de stip. Kijk, een dubbele wissel. De bal zit erin hoor. Die komt er niet bij.
Die strafschop gaat erin. Goed benutte strafschop. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Nou, de vrije trappenspecialist mag aantreden. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Die tackle was niet helemaal volgens de regels. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakte daarbij een overtreding. Messi heeft hem. Guardado. Los Santos. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Messi heeft hem. Oh, knalhard schot. Het scheelt weinig of die bal zit erin. Duidelijke wissel met het oog op de volgende wedstrijd. Als hij geel krijgt, dan krijgt hij een schorsing aan zijn broek. Guardado, Di Maria, Higuain, Los Santos, een schot en die hangt. Ja jongen, dit is je tweede al. Ga je voor de derde? Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Javier Hernandez, Pastore, Roncalia. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. De scheidsrechter geeft een vrije trap.
Los Santos. Kijk nou. Raak, hij zit. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Nou, geweldige techniek. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Een evenwichtige wedstrijd zal... niet worden. En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, dat is toch een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. Messi. Messi. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Dat was gruwelijk mooi. Guardado. Die ging hard. Nee, die bal komt recht in de handen van de keeper. Higuain. Bilia. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Overtreding. Blijven de kaarten op zak. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. De scheidsrechter had geen keuze hier. De trainer wisselt deze speler vanwege zijn kaart. Hij voorkomt gevaar. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. Moet je die supporters eens horen, Juri? Het lijkt wel of ze het naar hun zin hebben. Ja, dat lijkt me wel. De winst is bijna binnen. En we moeten toch zeggen dat de ploeg heeft sterk gespeeld, hoor. Volgens mij hebben ze niet veel te klagen, die supporters. Hier ziet u hoeveel overtredingen de teams hebben gemaakt. Bilia. Ever Banega. Higuain. Mascherano. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Prima ingegrepen. Hij kijkt dus goed. En kiest voor een hoge paas op Lavezzi. Het is een inworp.
De coach geeft aan dat hij wil wisselen. Santos. Een schot. Het schot is op doel, maar recht op de keeper af. Pastore. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Mascherano. Bilia. Ezequiel Lavezzi. Dos Santos. Ja, buitenspel. Guardado. Pastore. Die voorzet gaat het strafschopgebied in. Zit erop. Tja, voor de winnaars is zo'n klinkende overwinning natuurlijk een lekker steuntje in de rug. En de verliezers, die moeten het maar zo snel mogelijk vergeten, dit potje. Precies, uithuilen en opnieuw beginnen, Evert. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè. Dus, dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.